Wim, pekvogel, maar dat dateert al van vorig jaar. Kan je even kort uitleggen, wat is er vorig jaar gebeurd? Vorig jaar ben ik net iets verder dan de eerste bevoorrading geraakt. Heel slecht neergekomen op mijn hoofd. En een kleine 10 breuken in mijn hoofd. Dus ik zal jullie de details besparen, maar een dubbele schedelbreuk was het ergste. Ja, en toen? Toen 2 weken ziekenhuis en 7 maanden revalidatie. Maar we zijn terug aanwezig, dus alles goed. En je hebt ook terug meegereden? Ik heb vandaag terug de 75 gedaan. Dames en heren, echt waar, mijn hoofd buigt voor onze pekvogel Wim Kottering. Geef vandaag een applaus. En hij krijgt daarvoor een mooie tegel als aandenken. Voilà, en een hand van onze burgemeester. Hij krijgt ook een mooi gereedschap van Brooks overhandigd. En natuurlijk een flesje Kwaremond. En dikke kussen van Eva Loens. Kijk eens aan, ik geef hem nog een ongelooflijk applaus, dames en heren. Wim Kottering. En natuurlijk het Kodak-moment. En nu gaan wij...